De eerste finale tussen Pinoquet en Bloemendaal. Het is vol en druk op het complex van Pinoquet in Amsterdam. En Bloemendaal start wervelend. De backhand, de rake backhand van Thierry Brinkman. Die ruim 2700 man het zwijgen oplegt. Mooie hoge bal van Van Doren. Er was wat commentaar over van Pinoquet. De spijkerharde backhand van Brinkman. In de goede start dus van Bloemendaal. Dan Pinoquet dat loskomt na een minuut of 12. Aangestuurd, aangevuurd ook door deze Miles Buckens. In de laatste minuut van het eerste kwart een corner versierd. Aangetikt daardoor routinier Wouter Jolie. En iedereen op kopcirkel, dus ook Alexander Hendricks. Heel erg hard door het midden. En Visser geklopt. De op dat moment terechte 1-1 voor Pinoquet. En Pinoquet heeft dan de schroom van zich afgegooid. Doet helemaal mee in die wedstrijd. Hier wel een mooie opzet. En de 2-1. Via Landbrug mooi teruggekregen. Niklas Welle. En Pinoquet dus aan de goede kant van de score. Hier de schitterende assist. Het afmaken mag er ook zijn van Welle. Een minuut later. Florian Fuchs op avontuur in de cirkel. De Duitser. Hij stopt na dit jaar. Maar beter gezegd na dit weekend. Laat zich in deze wedstrijd nog één keer gelden. De bal gewonnen. Een beetje hulp van Bovendeert. De corner meegekregen. Pinoquet heeft natuurlijk Hendricks, maar Bloemendaal heeft Zwaan. De Brabander in het slot van het tweede kwart. Nog altijd in de eerste helft dus. De 2-2. Het was genieten op het complex van Pinoquet. Reclame voor het hockey. Pinoquet in kwart 3. Een aanval, daar is Wellen. En daar komt een corner. Ze deden het meer dan goed vandaag. De thuisploeg debuterend in de play-offs. En dus ook nieuw in de finale. Daar is Hendricks weer. En wederom raak. Weer zet Alexander Hendricks zijn ploeg op voorsprong. De Belg, de topscorer van de hoofdklasse. Had nog niet gescoord in de play-offs. Maar maakt dat helemaal goed in deze wedstrijd. Deze historische dag voor Pinoquet. Een druk Bloemendaal, de cirkel van Pinoquet. Is er weinig tijd meer, de laatste minuut zelfs al. Als Bloemendaal met de moed der wanhoop. Hier de videoscheidsrechter om hulp vraagt. Die bal gaat hier omhoog via de stick van Sutorius. En die corner die komt er. Pinoquet houdt zijn hart vast. De corner lijkt te mislukken bij Zwaan. Maar Van Doren, de stopper, schiet zelf. En dat doet hij met succes. Arthur Van Doren, meervoudig wereldspeler van het jaar. Schiet hier Bloemendaal en extreem is. Naar 3-3. Een corner absoluut niet uit het boekje, maar niemand maalt erom bij de Mussen, want ze dwingen shootouts af. Speler klaar, keeper klaar. Wellen is de eerste die aan de bak mag voor Pinoquet. Niklas Wellen, oog in oog met shootout killer Visser. Die een reputatie heeft in dit gebied, een goede reputatie. En Wellen schrikt daar bijna zo van dat de bal op zijn bolle kant komt. Een valse start dus voor Pinoquet. Mentaal natuurlijk al zo lastig in deze serie begon. Dat ze niet laten tegentreffen krijgen. Jorrit Kroon is de eerste voor Bloemendaal. Een specialist. Een schijn. Een draai. En een goal. Bloemendaal op voorsprong. Ja, dat vinden de meegereisde supporters leuk. Veel oranje ook vandaag. In het Amsterdamse bos. Jorrit Kroon met de 1-0 voor Bloemendaal. Marlon Landbrug. Kan hij voor de gelijkmaker zorgen? Oog en oog met Visser. Eerste poging gekraakt. Tweede poging wederom gepakt door Visser. Nog steeds die 1-0 tussenstand voor Bloemendaal. Pinoquet dus zijn eerste twee pogingen verspeeld. Geweldige keep daar door Visser. Echt een sta in de weg bij deze shootouts. Thierry Brinkman. Speler klaar, keeper klaar. De tweede poging van Bloemendaal. Rustig op Brink af. En dan vanuit de draai weer. Net als Kroon. Naar de 2-0. Een fijne marge dus voor Bloemendaal. Op dit gebied veel meer ervaring heeft van Pinoquet. Dan Bomhoff. Voor de derde poging voor de steekneuzen.
Komt moeilijk uit, probeerde toch, maar schiet in het zijnet. De hoek werd hem te lastig gemaakt door Maurits Visser. Dan is het Bronhoff overgekomen van Almere. Raakt het zijnet. En dan kan Bloemendaal het in de volgende beurt al afmaken. Florian Fuchs, de ervaren Duitser. Hij stopt dus na dit weekend. Hij mag nog één keer shinen op zijn stick getikt. Mag doorgaan. En maakt het af met zijn backhand. Florian Fuchs, hij beslist deze finale. Deze eerste finale tussen Pinoquet en Bloemendaal. De knuffels natuurlijk voor Maurits Visser, de uitblinker in deze eindstrijd. Maar er komt nog een moment van spanning. Raakte Florian Fuchs deze bal met zijn bolle kant. De videoscheidsrechter gaat er nog naar kijken. Nog een paar bange seconden voor Bloemendaal. Als er nog wordt gekeken naar deze inzet van Fuchs. En dan het verlossende fluitje van Koen van Bungen. De zegen van Bloemendaal is in de knip. Bloemendaal met een voorsprong naar de tweede finale die zaterdag plaatsvindt op het kopje.